Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Tot op de Bodem. En je ziet hem al staan, niemand minder dan Roelof Schut. En, nog misschien belangrijker, achter ons een kanaal. Want als er één onderwerp was waar jullie heel veel vragen over hadden, dan was het wel kanaalvissen. Ja, en wie dan beter dan deze man die ja, volgens mij nu nog altijd heel veel kanalen vist, toch? Altijd, altijd. Ja. Het is de mooiste visserij die ik me kan voorstellen. Ik wil geen oordeel vellen over andere visserijen natuurlijk, maar dit is waar mijn hart ligt. Dit is waar het voor mij echt begonnen is. En ja, ik vis nog steeds het allerliefste kanalen. Dus we gaan echt heel systematisch door alle punten die je eigenlijk zeg maar, tegenkomt wanneer je wil neerstrijken op een van de kanalen. Gelijk even een vraag voor jou, Roelof. We hebben nu een stek. Dus dat is eigenlijk al vraag 1. Hoe weet je in vredesnaam, want ik zou het antwoord ook echt niet weten, als ik nu gewoon achter me kijk. Het is zo uitgestrekt. En er zijn nergens overhangende boompjes of kuiltjes of wat dan ook. Waar begin je in vredesnaam? Dat is een hele goede vraag. Maar uiteindelijk is het antwoord heel simpel. Je begint gewoon. Want ik krijg heel veel vragen over hoe vind je nou die vissen? Waar pak je nu uit? Hoe lokaliseer je nu die vissen? Heel vaak zie je niks springen, je ziet niks draaien. Dus het is gewoon eigenlijk een kwestie van een stek uitzoeken. De bodem een beetje uitpeilen. En daar pak je dan uit. En dat is dan jouw startpunt. Als je vis vangt, heb je een uitgangspunt. Vang je niks, ga je een paar kilometer verderop zitten. En zo vis je het hele kanaal eigenlijk systematisch af. Het kost heel veel tijd. Maar als je dat langdurig doet over meerdere jaren, dan bouw je wel heel veel ervaring op. Dus een van de kernwoorden ook bij het kanaalvis is geduld. Geduld, geduld en hard werken. Dan komt het resultaat uiteindelijk vanzelf. Maar niet opgeven. Oké, maar je hebt het al echt over kilometers ertussen. Dus ja. Die 500 meter maakt in wezen niet zo heel veel uit? Of kan? Het kan wel uitmaken. Kijk, die vissen die zwemmen natuurlijk door het kanaal heen. En bij bruggen, dat kunnen plekken zijn waar wat meer vis rondhangt. Daar vis ik niet, zeker s'nachts niet, met het oog op verspelen. Blijf over de rechte stukken. Maar als je de bodem goed uitpeilt, vind je op elk plekje vind je wel een kuiltje of een hobbeltje. Nou, die probeer je op te zoeken en dat is dan jouw uitgangspunt. En ja, je vist dan als het ware het hele kanaal af in de loop der jaren. Dit kanaal ook. Nou, ik vis hier al 35 jaar inmiddels. Dus ik heb het hele kanaal, nou, dat is 30 kilometer lang, ik heb overal gevist. Dus je weet wel een beetje van hoe en wat en wanneer, maar zekerheid heb je nooit. Maar peil de bodem goed uit, vind kleine bodemverloopjes. Ik ga straks ook laten zien hoe dat ik dat doe. En start daar. En wees niet bang voor een blank. Dat hoort er gewoon bij. Maar de beloning, die is gewoon fantastisch. Als je uiteindelijk een vis vangt, dan heb je ook echt iets gevangen, zeg ik altijd. Heb je in die 35 jaar dat je hier vist, heb je wel eens momenten gehad dat die karpers zich echt lieten zien op kanalen? Ja, dan ga ik echt dus ja, wel 30 jaar terug in de tijd. Toen zat hier nog een heel groot bestand op. En het is voor mij een beetje een soort van regel. Des te meer karpers er rondzwemmen, des te vaker laten ze zich zien. Des te groter is die kans ook. Dan zag je ze wel eens springen, dan zag je ze wel eens draaien. Maar het bestand is nu heel erg laag en je ziet eigenlijk zelden nog een vis. Maar als je hem ziet, pak uit op de plek waar je hem ziet, want dan weet je in ieder geval dat er een karper in de buurt is. Hè? Ja, dat is best wel logisch. Ja, zo logisch is het dan ook wel. Maar is dat een van de dingen, als laatste vraag, en dan gaan we gelijk beginnen, maar is dat een van de dingen die kanaalvissen überhaupt moeilijk maakt? Dat je gewoon hard moet werken voor aanknopingspunten? Nou, zeker als er een relatief laag bestand op zit. Kijk, je weet nooit waar die vis zwemt. Als je een afgesloten water hebt en dat heb je voor je, dan zie je van ja, daar zitten ze. En ze kunnen er niet uit. En hier kunnen ze 30 kilometer als het ware heen en weer zwemmen. Door sluizen heen. Wat zijkanaaltjes heb je er ook nog bij. Ja, en die vissen, als een schoolvis doorheen trekt en die zit opeens 30 kilometer verderop of 5 kilometer verderop. Ja, dan kun je er finaal na zitten natuurlijk. Hè? En dat maakt het ook spannend. Maar dat is het ook weer het uitdagende eraan. Want je kunt ook met je neus in de boten vallen. Ja, ja, dat is wel waar. Nou, ik heb sowieso een hele toffe baan, want ik mag met al die toffe gasten op pad. Maar dit is al wel eentje waarvan ik zeg, het vind ik ook echt leuk om zelf mee te maken. Want ik ben helemaal geen kanaalvisser en ik vind het wel echt interessant. Dus ik ga er wat van leren. Ja, dus ik weet zeker jullie uiteindelijk ook. En nou, laten we beginnen. Wat gaan we als eerste doen? Nou, ik ga als eerste laten zien van, hoe kies ik nu de juiste vierkante meter uit op dit stuk? Wat maakt nu het verschil in mijn optiek en waarom leg ik hem daar straks weg? En dan doel ik op mijn rig. Ja,
Alright, nou, er liggen al twee hengeltjes in. Het laatste hengeltje gaan we nu zo uitleggen. En nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet het echt niet. Net als jullie. Ik weet het. Dus, we gaan ons best doen. Yes. Waar begin je dan op het kanaal als je op zo'n recht stuk zit? Ik ben altijd op zoek naar veranderingen in het bodemprofiel. Kleine kuiltjes, kleine hobbeltjes. Die kunnen voor mij heel erg interessant zijn. Vooral kuiltjes. Want in kuiltjes daar verzamelt zich toch vaak een beetje extra slip. En de slip is de perfecte voedingsbodem voor macrofauna, voor tubifex, voor muggenlarven. Dat zijn als het ware kleine mini voerplekjes die de natuur al voor ons heeft gemaakt. Dus wat is dan gemakkelijker om daar een rig op te leggen? Hoe vind je die nu? Dat ga ik nu laten zien. Ik gebruik geen pijldobber, gewoon mijn setup. Mijn loodsetup, dus een helikopterlood. En ik weet dat vanaf het topoog tot het startoog, dat is 2 meter. Om en nabij. Wat ik dan doe, ik stel mijn loodje even af op ongeveer die 2 meter. Dan is het een kwestie van het lood laten zakken in de oeverzone tot hij de bodem raakt. En dan kun je zien hoeveel lijn er ongeveer nog uitstaat vanaf het wateroppervlak tot aan de hengeltop. Nou, dat is in dit geval ongeveer 70, 80 centimeter. Dus hier staat ongeveer 1,20 meter water. Wat ik nu doe, is lijn binnendraaien, de hengeltop naar beneden houden totdat de hengeltop het water raakt. En nu is de diepte heel duidelijk zichtbaar. Dat is de afstand van het lood tot de hengeltop. Ruim 1,10 meter ongeveer. Nu ga ik langs de oeverzone lopen. Ga ik de bodem aftasten. De hengeltop die raakt het water. En om de paar meter laat ik het lood opnieuw zakken. Als het lood de bodem raakt en de top gaat mee onder water, staat er iets meer water dan de afgestelde diepte. Blijft de top een stukje boven water, is het ondieper dan de afgestelde diepte. Zo kan ik heel goed zien of er verloop is in het bodemprofiel. Hier is het dieper. En hier wordt hij weer ondieper. Kijk. Dus hier zit een kuil. Absoluut. Je ziet over een paar meter, een centimeter of 5-6 diepteverloop. Nou, je kunt hier heel duidelijk zien dat het net zo diep is dat de hengeltop het water raakt. Ga ik een paar meter naar rechts, dan zie je dat de hengeltop een paar centimeter onder water wordt getrokken. Nou, zoals je ziet, hoef je echt niet op zoek naar hele diepe kuilen. Maar diepteverschillen van 5 centimeter, soms nog zelfs iets minder, die zijn meer dan voldoende. Precies in die kuilen, daar verzamelt zich slip, voedingsmateriaal voor allerlei onderwaterbeestjes. Dat is gewoon voeding voor karpen. Dat zijn natuurlijke voerplekjes. Dus de natuur doet zijn werk voor mij. Zo bekijk ik het. Dat ik de plek straks weer kan vinden, is natuurlijk wel handig. Dus steek ik er even een klein stokje in. Als ik zo meteen terugloop, weet ik precies waar het was. Hey Rulof, nou zie ik iets wat voor mij heel bekend is. Dat zijn die line guards die we op Rainbow altijd gebruiken. Maar jij gebruikt ze hier op het kanaal. Ja, het zijn prachtige hulpmiddelen. Ziet er een beetje bijzonder uit misschien, maar ik kan wel uitleggen waarom ik het doe. Het is met mijn lijn over de kant heen. Dat heeft ten eerste als voordeel dat er geen lijn door het water heen loopt. Dus vissen kunnen mijn lijn gewoon niet tegenkomen. Dus dat is een enorm groot voordeel. Een ander voordeel is, kijk, je vist op een kanaal. En de bodem ligt bezaaid met stenen. Je hebt scherpe taluds richting de vaargeul. Dus des te meer lijn dat eruit staat, des te groter is de kans ook dat de lijn tijdens een run bijvoorbeeld ergens achter blijft steken. En dat je in het ergste geval lijnbreuk krijgt. Dus het is voor mij zaak om zo weinig mogelijk lijn in het water te hebben. Om die twee redenen. Om de kans op vangen gewoon ja, te maximaliseren uiteindelijk. Het ziet er een beetje bijzonder uit. Maar het is zeer efficiënt.
Maar als je nou beet krijgt, hè, want je hebt je lijn heb je gezekerd, zeg maar, met een, wat is dat, met een stiekje of met een lijnclipje? Ja, ik heb hier een paar O-ringen omgedraaid om de bankstick. Nou, de lijn loopt nu door de lineguard heen. Ik doe de lijn even dubbel. En ik rol als het ware gewoon die O-ringen over het lusje heen. En dan zie je, als je de lijn mooi gefixeerd, dan kan die toch heel gemakkelijk loskomen in het geval van een run. Op het moment dat ik een run krijg, trekt hij de lijn gewoon uit die O-ringen, kan die gewoon vrij runnen. Juist. En het mooie hiervan is ook nog, dit gedeelte wat naar het lood toe loopt, ligt ook helemaal slap. Dus nergens strakke lijnen. Kan je niet gewoon een lijnclip gebruiken? Daar zat ik net gelijk aan te denken namelijk zelf. Hele goede vraag. Heel veel mensen die gebruiken juist de lijnclip. Maar lijnclip heeft één nadeel. Het voordeel is, laat ik daarmee beginnen, op het moment dat je een run krijgt en de lijn zit hier in een clip en hij komt los, dan heb je gelijk direct contact vanaf de hengel met de vis. In theorie is het heel erg mooi, maar de praktijk is weer barstig. Zoals ik al zei, dat kanaal ligt bezaaid met allerlei mosselen, stenen, obstakels. Op het moment dat je met een lijnclip vist, de vis trekt hem eruit, kan hij toch weer de lijn over de bodem trekken, langs het taluut scheren, vuil oppakken, obstakel oppakken. Dan is de kans op lijnbreuk toch weer een stuk groter. Het voordeel hiervan is, als ik een run krijg, die lijn blijft hier doorheen lopen. Dan moet ik wel met mijn hengel hier naartoe om het uit te halen. De steun ligt ook nog eens een keer hoger dan de waterkant. Dus de lijn zal altijd hoog in het water blijven richting de vis. Waardoor de kans dat hij een obstakel pakt, of een mossel pakt, of een steen meepakt, geminimaliseerd is. En de kans op vangen weer een stukje groter. En dat is de grootste frustratie van heel veel kanaalvissers. Je krijgt dan niet zo heel vaak beet. Als je beet hebt, wil je geen lijnbreuk krijgen. Je kan ze maximaliseren. En je lijn loopt gewoon nu over het gras? Lijn loopt gewoon over het gras. Dat is geen enkel probleem. Ik heb niet voorgevoerd, maar ik vis wel op een theorie natuurlijke aasplek, natuurlijk voerstek. Dus veel voeren wil ik dan ook niet. Bovendien, het water is nog maar een graad of 8. We zijn nog heel vroeg in het voorjaar, het is nog maar maart. Dus we willen die vissen natuurlijk ook niet verzadigen. Een handjevol boilies. Dit is een Sweet Scopex van MTC. Meer dan voldoende. Een paar voor kruimeling. Zou het helpen in deze tijd, Roelof, als je zou voeren? Dan moet je steeds een hele kleine beetje voeren waarschijnlijk, of niet? Absoluut. Zeker als je weet dat de vis ligt. Ja. Het is wel de tijd van het jaar waarin die vissen nog niet echt door het kanaal heen trekken. Die periode moet eigenlijk nog komen. Maar als je nu op dit moment een plek hebt waarvan je zeker weet dat de vis ligt, heeft voeren absoluut een meerwaarde. Maar wel weinig. Want als ze er dan toch al liggen, hoeven ze niet meer te lokken. Nee, precies. Maar ja, je moet natuurlijk wel een manier zien te vinden om die zwemmende vissen ook een beetje tegen te houden, zeg maar. Ja. Nou ja, kijk, als ze echt gaan zwemmen... Ja, ik wou zeggen, is dat überhaupt mogelijk? Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag. Soms wel. Soms wel. Het ligt ook aan het traject van het kanaal. Er zijn trajecten die bestempel ik als snelwegen van, voor de karpers. Daar stoppen ze gewoon niet of nauwelijks. Dat is gewoon een trekroute. Ze gaan zwemmen en stoppen pas met zwemmen als ze op een volgend doel zijn aanbeland. Er zijn ook rechte stukken kanaal waar die vissen gemakkelijker af te stoppen zijn. Waar wellicht toch natuurlijke aasplekken zijn, misschien mosselbanken. Ja, en die plekken moet je natuurlijk zien te vinden, die trajecten. En nogmaals, hoe ontdek je die? Door gewoon... Trajectcontrole. Ja, trajectcontrole als het ware. Ja. Systematisch afvissen gedurende alle jaargetijden. Dus het is een proces wat jaren kan duren. Dus een grote investering, maar het levert wel uiteindelijk heel veel op. Het is natuurlijk ongelooflijk hoezeer je als karpervisser vasthoudt aan gewoontes. Want ik zeg net tegen Roelof, je bent vergeten je dinky bobbing vast te klippen. En toen zei Roelof... Dat is absoluut niet nodig, David. Nee, natuurlijk niet, nee. Maar bij een aanbeet trek je hem door de lineguard en krijg je altijd een run. Dus een terugzakken krijgen is gewoon onmogelijk. Ja. Dus een bobbing in de lijn hangen, niet nodig bij dit systeem. Dat staat wel gaaf zo. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Ja, precies. Ja. Hey, nu we hier toch zijn, je hebt hier de nieuwe Horizon X5 S-hengels. Ja. Heb je die bewust meegenomen voor deze kanaalsessie of voor jouw kanaalvisserij? Of is het echt
ja, die heb ik nou eenmaal, maakt niet uit. Nee, ik vis op dit soort kanalen vis ik heel graag met iets zwaardere hengels. Dit zijn de 3,25 pond versie. Dat lijkt heel erg zwaar, maar tegenwoordig zijn die hengels progressief buigend. Dus als je hem uiteindelijk doortrekt, trek je hem echt wel heel erg mooi krom. Heeft je heel veel dempend vermogen ook, hè, om losschieters op onder de kanten te minimaliseren, om eigenlijk te voorkomen. En ja, je hebt gewoon extra kracht nodig op het moment dat je een vis bij een talud omhoog moet trekken. Of je wil hem bij een talud vandaan houden, of wil misschien onder die boten zwemmen die aan de overkant aangemeerd liggen. Ja, dan heb je toch iets extra power nodig en dan is een 3,25 pond hengel dat is geen overbodige luxe. Ja, en die X5S hengels die zijn gewoon perfect voor dit werk. Ja, het is echt best een hele, ja, mag ik ook wel zeggen, ja, we werken voor Vox, dus ja, natuurlijk vind je het goede hengels. Wij van WC Eend, maar ik meen het serieus. Ik heb ze ook een andere vriendin van mij laten zien die helemaal niks, niet bij Fox zijn aangesloten of daar enige verbinding hebben. Die zijn allemaal hetzelfde. Het is echt mooie stokken, ook met werpen bijvoorbeeld. Ja, absoluut. En net wat je zegt, die 3,25 zou je denken, wow, ja. dat is aardig wat. Maar het is wel echt een hengel, zeg maar. Je hebt ook echt hengels die hebben dat, die gewichtsklassen, zeg maar, ook. Hè? Die testcurve. Maar dat is een werphengel en dan houdt het op. Hè? Als je dan een vis aan het drillen bent, doe je top dit en dan houdt het op. Klopt. Maar dit gaat echt heel mooi door. Je hebt ook echt gewoon een goede feeling tijdens het drillen. Ja, 100% hoor. Het is echt geen fast tape waarin alleen het topje precies, buigt. Ja. De hele hengel die buigt uiteindelijk door. En ja, om aan te sluiten op wat jij zegt. Kijk, tuurlijk, wij van Fox. Hè? Maar het is wel zo, ik zal nooit met materiaal vissen wat niet bij mijn visserij past. Nee, en dan had ik andere hengels gekozen. Ja. Het is een bewuste keuze geweest en ja, sinds ik ze heb. Hiervoor had ik de X5, dus die is eigenlijk in dezelfde range. Ja, super hengels voor deze visserij. Ja, ja. En dus de truc is gewoon zorg dat je wat reserves hebt wanneer het nodig is. Want daar ga je Roelof ooit voor bedanken als je een kanaalbig staat te drillen. Want dan ben je heel blij dat je iets extra's hebt. Ja, absoluut. En nou de hengels inleggen, hebben we even de tijd om een paar andere elementen door te nemen, zeg maar, die ook om de hoek komen kijken zodra je bij de kanalen aan de gang gaat. Ja. Waaronder natuurlijk, ja, is er nog een bepaald soort rig wat je graag gebruikt? Of een bepaald loodsysteem? Ja, laat ik bij het loodsysteem beginnen. Ik vis met kant-en-klare helikoptersystemen van Fox. Straight out of the package. Plug and play, super betrouwbaar, 40 pond versie. Ik zal hem zo meteen laten zien. Super veilig loodsysteem ook. Mocht je toch lijnbreuk krijgen, wat we natuurlijk altijd proberen te voorkomen, dan blijft de vis alleen achter met een rig in zijn bek. En de rest, dat valt er mooi allemaal af. Dus qua loodsysteem, kan er klaar, kind kan de was doen. Dan hebben we ook nog de rig. Ja, je vraagt of nog een speciale rig. Nou, eigenlijk is hij niet zo speciaal, maar misschien juist daarom ook wel weer. Dit is mijn rig. 20, 22 centimeter lang. Soepel. Camotex Soft. Die strip ik helemaal, want ik ben zeer gecharmeerd van de kern van Camotex Soft. Die is zeer schuurbestendig. Gewoon soepel. Een curve short, 5 haken aan. Een boilie met een halve pop-up. Snowmanager. Een lange hair. Dat je een wat betere inhaking krijgt. En dat is het. Het is een onderlijn die ja, nagenoeg identiek is aan de onderlijn waar ik, nou ja, zeg maar 30 jaar geleden ook al mee wist. Dus wat dat betreft is het niet bijzonder. Maar ik krijg toch wel vaak te horen van dat het tegenwoordig wel bijzonder is dat je met zo'n eigenlijk een standaard of een basisrig vist. Maar deze is zeer betrouwbaar. Geen lossers of nagenoeg geen lossers. Als hij zit, dan zit hij. Ja, en dat is natuurlijk wat we uiteindelijk allemaal willen. Hey, en heb je nou alle drie de hengels in de kant hier liggen? Nee, ik heb twee hengels in de kant. De middelste hengel, die ligt in de vaargeul. Nou, de vaargeul is niet altijd de beste plek. Zeker niet in een kanaal zoals dit. Dit is een kanaal waarin heel veel organisch materiaal terechtkomt van de bomen. Nou, dat trekt allemaal naar de vaargeul. Bladeren, takjes, dat gaat daar liggen te rotten. Alleen, het is nu nog maart. Het is nog koud. Watertemperatuur is nog laag, dus die rottingsprocessen die liggen op een heel laag pitje. Dat betekent dat die vissen daar dan toch net iets gemakkelijker wel komen. Het is er vaak ook iets dieper, de temperatuur is er iets stabieler. Het kan een voordeel bieden. In de zomer absoluut niet, want dan is het heel erg rottend, dan stinkt het ook. En dan zul je zien dat de vissen vaak die vaargeul toch wel mijden. Soms een beetje aan de rand, maar echt midden in de vaargeul is bij hogere watertemperaturen vaak niet de beste keuze. Maar het is een beetje een andere counter special, zeg maar, om dat bij lage watertemperatuur zeker te doen. Absoluut het proberen waard. Zeker als je met drie hengels mag vissen. En
nog een vraagje die me te binnen schoot, puur uit eigen belang, maar ik weet bijna zeker dat jullie er ook heel blij mee zullen zijn. Is, hoe weet je nou of je moet blijven zitten tijdens de sessie of dat je moet verkassen? Want het gaat inderdaad om het lokaliseren van vis, ja. Dat begrijp ik. Maar ja, wat als je inpakt terwijl net zeg maar, het moment dat die vis zou gaan azen aanbreekt, dan weet je het nog niet. Ja, dat is altijd moeilijk natuurlijk. Dan denk je, nog 5 minuten of nog 10 minuten. Hè? Maar jij moet een keer stappen met vissen. Je moet naar werk of je moet naar huis. Kijk, in de loop der jaren heb ik wel geleerd wat de beste aasperiodes gemiddeld genomen zijn. En ja, dat is geen hogere wiskunde. Dat zijn toch vaak de avonduurtjes, de nacht en zeker ook de ochtenduurtjes. Dus dat zijn de uren die ik eigenlijk pak. Dus ik kom aan, ik pak die uren mee en in de loop van de ochtend pak ik in. Afhankelijk van het resultaat blijf ik zitten of ga ik verder. Als ik niks vang, ben ik vertrokken. Dan schuif ik op, misschien 500 meter verder, 400 meter verder, soms 5 kilometer verder. Ligt een beetje aan het gevoel. Ligt er ook een beetje aan van wat voor resultaten ik daar in die periode heb geboekt. Maar dan blijf ik niet zitten. Is dat de beste keuze? Het gebeurt ook vaak genoeg dat je van mensen hoort, ja, ik heb er nog een tweede sessie aan gewijd en toen ving ik wel. Ja, dat kan, maar gemiddeld genomen heeft mij dat minder resultaten opgeleverd. Dus als ik niks vang, ben ik gewoon vertrokken. En dan schuif ik op. En dan hoop ik dat ik op de volgende stek wel in een groepje vissen terechtkom. Die ik misschien zelfs wel kan volgen. Want dat is nog weer een ander verhaal. Ja, nou, je vertelde me net buiten de camera, dat vond ik wel echt interessant. Dat je hier ooit een keer, want je bent natuurlijk continu maar op zoek naar aanknopingspunten. Hè? Iets waar je mee, waar je iets mee kan, zeg maar. Ja. En daar dan weer op voortborduren. Ja. Dat je hier verderop zeg maar een sessie begon te vissen, omdat je ergens had gehoord dat iemand daar en daar een vis had gevangen. Ja. Niet op dezelfde plek. Hè? Je besloot bewust om op te schuiven. Ja. Kun je er iets over vertellen hoe dat proces verliep, zeg maar? Want je hebt uiteindelijk ook vissen gedubbeld. Dat ja. vond ik echt interessant. Ja. Want dan beweeg je als het ware met de school mee natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat is echt al heel lang geleden. Toen was alles nog zwart-wit. Ja, toen hadden we nog zwart-wit televisie. We stonden nog in bodies. Nee. We gaan even nu zwart-wit. Ja. Nee, dat was nog voor de grote sterfte. Het bestand is echt gereduceerd hier. Maar toen had ik nog één keer een soort van ingeving. Ik denk van, hey, ik wil mij toch richten op de wat grotere vissen van dit kanaal. Zeg maar vissen boven de 15 kilo. Maar waar begin je dan? Hè? Dat was maar de vraag. En waar zwemmen ze dan? Nou, toen ben ik een stuk verderop, kilometers verderop, ben ik begonnen. Heb ik een sector aangevoerd, ben ik gaan vissen. Dan ving ik een paar kleine mannetjes, een paar hommers. En, nou, dat is niet de school waar ik achteraan zit. Dan ben ik 500 meter opgeschoven, deze kant op. Weer hetzelfde verhaal. Geen vrouwtjes erbij, allemaal slanke hommers. En toen dacht ik, ja, waar moet ik nu heen? Hè? Moet ik naar links of moet ik naar rechts? Welke kant moet ik nu op? En toen hoorde ik toevallig, dat is een stuk verderop, deze kant op, had iemand gezeten en die vertelde mij, die had een vis gevangen van 27 pond. Je moet je voorstellen, dat was toen best al een forse vis. Toen maakte ik de inschatting en dacht van, hey, misschien moet ik dan toch die kant op. Dan ben ik natuurlijk niet op de stek van die man gaan zitten en dan ben ik echt wel 500, 600 meter voorbij gegaan. Daar ben ik gaan vissen en toen viel ik in de grotere vissen. Ja, ik ving een 30er ving ik en een wat hoger 20er. Dat waren forse vissen voor die tijd. Eén sessie gevist, toen dacht ik van, ik blijf weer niet zitten, ik ga opschuiven. Want ik hoop dat dit een school is die richting de paaigronden trekt misschien. En dat ik die kan volgen. Dan ben ik weer een meter of 400, 500 opgeschoven. Ben ik weer een grotere vis. En zo heb ik dat trek afgevist. En begon ik ook vissen te dubbelen. Telkens als ik opschoof, ving ik wel vissen. Maar af en toe ving ik ook een vis die ik al kilometers terug ook al had gevangen. Dus ik had wel het vermoeden, ik zit in die school te vissen die ik graag wil hebben. Maar ik had niet het gevoel dat ik al aan de absolute climax zat. Er zat nog wat tussen wat je nog niet op de mat had. Ja, precies. Er zat meer in het vat. Dat was een gevoel wat ik had. En ik heb ook op die vlakbij gezeten, daar ving ik ook nog een vis. En toen ben ik helemaal die kant opgeschoven. En ja, uiteindelijk lukte mij het dus toch om in die school vissen te blijven, om ze op te vangen. En toen maak ik ja, de nacht van mijn leven mee. Ik ving een vis of 12, waarvan 10 zeg maar grote vissen. En ja, zo heb ik die school dus kunnen volgen. Ja, dat kon ik ook verifiëren, omdat dat ik vissen dubbelde, zeg maar. Dus zo zie je maar weer dat als je een stek hebt die loopt, dat het soms
best wel handig kan zijn, of misschien zelfs wel verstandiger kan zijn, om bestek te laten en toch op te schuiven. Want het is geen gegeven en meestal lukt dat niet eens om ze op zo'n kanaal vast te houden. Het is de kunst eigenlijk om ze even op dat moment aan het azen te krijgen. Het gevoel hebt, ik heb hier een goede sessie gedraaid, de room is eraf, opschuiven. Opschuiven. Het ergste wat je namelijk kan overkomen, is dat je een keer niks vangt. Ja, exact. Mocht dat echt zo zijn dat het toch een goede stek is. Echt doodbloed. Ja, maar mocht het echt zo zijn dat die stek waar je een paar vissen hebt gevangen toch goed is, je kunt altijd nog een keer weer terug, hè? Ja, ja. Dus wees niet bang om een goed lopende stek ook achter je te laten, op te schuiven. Ja. Zo kan het gaan, maar dat zijn natuurlijk succesverhalen. En dat zijn de krenten uit de pap, hè? Meestal gaat dat niet zo. Meestal moet je wel de juiste verwachtingen creëren. Ja, ja, ja. Maar ik vond het echt interessant, ik denk jullie ook wel, om dus te horen dat je, natuurlijk, je weet dat je hier te maken hebt met zwemmende vis. En inderdaad, in tegenstelling tot wateren die afgesloten zijn, is het dus gewoon goed om daar, zeg maar, mee bezig te zijn, daar bewust van te zijn en dus ook mee te bewegen, zeg maar. Ja, Maar dan zie je dus inderdaad dat als je dat doet, dat wel, net dat je zelf zegt, je maakt een keuze eigenlijk tegen je gevoel in, omdat je gevoel zou zeggen, ja, vang vis. Ja, ja. Ja, dat is dat is wat ik net zeg, je moet niet bang zijn om niks te vangen. Als je rendement wil draaien, om maar heel even een technisch verhaal van te maken, dan moet je investeren. Dus net als als je naar de beurs gaat, het is geld naartoe brengen, wil je überhaupt geld kunnen verdienen. Dus het ergste wat je kan overkomen is dat je keer niks vangt. Maar heel vaak leer je daar nog wel meer van. Want als je op een stek zit en je vangt vis, ja, dan wordt ook een beetje, ja, ik vang een paar vissen. Dan ben je gewoon blij, een beetje hyper, adrenaline, leuk, vissen, yo. Als je niks vangt, dan ga je nadenken. Dus wees niet bang voor die blank. En die blank ga je toch wel draaien. Dus wees er niet bang voor, bereid je erop voor. En soms moet je gewoon bepaalde risico's moet je gewoon nemen. En het is ook de manier om vrij snel een beeld te krijgen van hoe een bestand opgebouwd is op een kanaal. Als je steeds op dezelfde plek blijft zitten, heb je soms te maken met honkvaste vissen. En krijg je misschien op korte termijn een beeld van wat daar zwemt. Maar als je het hele complex hebt, het complete boezemwater om dat zomaar te noemen, dan is het handigste om heel veel stekken te bevissen, continu, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. En dan krijg je na een aantal jaren, want daar praat je dan echt over, dan krijg je een beeld. Echt een goed beeld van wat er zwemt, wat er haalbaar is en wat je kunt vangen en waar en wanneer. En ja, dat is goud. Het is niet van, ja, we gaan naar de waterkant, we gooien er even wat voer in en we vangen een paar karpers. Nee, investeren in de toekomst. Weet je. En al die jaren, die ervaring nemen ze nooit weer af. Nee. En dat is gewoon goud. Dat is gewoon goud. Met opgeheven hoofd durven te blinken. Ja, ja, absoluut. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Ik blink regelmatig. Ja. Nou, functioneel blinken noem ik dat. Dat zie je op de social media kanalen natuurlijk nooit. Want Roelof stapelt alleen maar vissen op, maar zo zie je het. Maar het is natuurlijk wel zo, dat iedereen blinkt. Dat hoort er inderdaad bij. Ik heb nog een vraagje trouwens, want we zitten hier op een kanaal waar scheepvaart, waar sprake is van scheepvaart. Ja. Is er een heel veel onderscheid als je bijvoorbeeld op kleinere kanaaltjes vist, waar minder scheepvaart of misschien wel helemaal geen scheepvaart is? Ja. Ja, hier heb je te maken met beroepsscheepvaart. Dus grote diepladers komen hier regelmatig voorbij, krijg je heel veel zuiging in het water. Ja, het is ook echt een traditioneel opgebouwd scheepvaartkanaal met een eerste talud onder de kant. En dan loopt die mooi weg naar de Vago, waar het dan 3,5 meter diep is. Dus je hebt ook in de breedte, het breedteprofiel is echt, verloopt echt. En ja, als jij met grote schepen te maken hebt, is het toch vrij ingewikkeld om ook naar de overkant te vissen bijvoorbeeld. Ik vis sowieso weinig naar de overkant, ik vind het veel, veel gemakkelijker om onder de eigen kant te vissen. Dat is gewoon ook heel praktisch gezien. Ja, dat is totaal anders, want als je kanalen hebt waar bijvoorbeeld geen scheepvaart is, is het bodemprofiel vaak ook heel anders opgebouwd, is het meer een bak, is middenin vaak ook wel te bevissen of is daar vaak ook wel wat vis te vangen, ja, is het totaal anders opgebouwd. Hier heb je te maken met, ja, toch met die schepen, die zware scheepvaart, die best een invloed hebben ook op het gedrag en die duwen die vissen toch ook wel vaak wat naar buiten toe, heb ik het idee. En wat nog een tip is trouwens, nu we het er zo over hebben, ik denk er opeens aan. Als er een schip doorkomt, gooi hem er maar eens een keer achter of gooi hem ernaast.
Die vissen die gaan bewegen als er zo'n schip aankomt. En het zal niet de eerste keer zijn dat ze dan op dat moment ook een soort van aasgedrag gaan vertonen. Hè? Ze worden actief en doordat ze geactiveerd worden, willen ze ook nog wel eens een keer gaan aasen. Dus een beetje hetzelfde effect als je een springende karper ziet of een draaiende karper. Dat zijn ook actieve vissen. Hè? Als die vissen hier een beetje in het water hangen zo, en op half water, doen ze niet zoveel. Als zo'n schip aankomt, worden ze toch wat getriggerd om te gaan zwemmen. En dat kan net zo'n aasreactie uitlokken. Wat betreft aas, is dat, heb je daar nog bepaalde dingen over die je daar kwijt wil? Ja, heb ik absoluut een voorkeur voor. Zeker in dit jaargetijde. Het is nog heel vroeg in het voorjaar. Die vissen zijn nog behoorlijk passief. En dan zie je dat ze ja, heel snel toch extra getriggerd kunnen worden. Nou, dat kan natuurlijk smaak zijn, smaak slash reuk, maar ook kleur, ook contrasten. Dus in het vroege voorjaar, als die vissen nog niet echt geactiveerd zijn, hun stofwisseling werkt nog niet zo goed, ze vreten nog niet zoveel, dan gebruik ik heel vaak licht gekleurde boilies. Die vallen net iets meer op onder water en dat kan net een ene visuele trigger zijn dat je ze wel met de kop naar beneden krijgt, dat ze die rig net wel pakken. Dan vis ik niet met witte boilies, maar wel met een halve pop-up boven. Spierwit is de Minomino. Minomino is gewoon een lokstof, daar ben ik ook zeer van gecharmeerd. Trouwens, het ruikt ook heel lekker. Dus een witte halve pop-up erboven. En dan vervolgens met een Sweet Scopex boilie. Zijn ook een beetje geelachtig van kleur, vallen op de bodem goed op. En dat is juist in het voorjaar, kan het net die extra trigger zijn dat ze het wel pakken. Nou goed, vervolgens dan moeten ze ook gaan eten, dus de smaken, et cetera, is natuurlijk ook belangrijk. Nou, ik heb hier heel veel vertrouwen in. Dus 80% van mijn visserij vis ik met de Sweet Scopex op bijna alle wateren. Dus vertrouwen is heel belangrijk. Maar in het vroege voorjaar vooral de iets lichtere kleur die de vissen net die extra push kan geven om de kop naar beneden te doen. Wat ik dan ook nog doe, om wat extra attractie in het water te krijgen, gooi ik er nog een liquid overheen. Nou, dit is zo dun als water, dit is mega stim. Pak ik per kilo boilie 10 ml van dit spul, gooi ik er overheen, laat ik een nachtje intrekken. Nou, dan zien ze er gewoon zo uit. En dan is het buitenste laagje is doordrenkt met mega stim. Nou, dan komt het onder water, komt dat er natuurlijk gemakkelijk weer uit. En zeker ook omdat ik in het voorjaar bij deze watertemperaturen gewoon heel weinig voer. Alle attractie, extra attractie kan ik wel gebruiken. Op zich heel basic. Vanuit meerdere perspectieven aanvliegen, zeg maar. Dus niet alleen de attractie of de smaak of de lokstoffen die erin zitten, maar vooral ook kleur. Kleur in het voorjaar moet je niet onderschatten. Contrast. En ik heb een voorkeur voor de kleur wit. Waarom? Omdat ik wit eigenlijk, ja, wit is eigenlijk geen kleur, maar wit komt eigenlijk in de natuur ook regelmatig voor. Wit en licht. Dan heb ik toch net iets liever de geel en dat soort kleur. Dat is een persoonlijke voorkeur. Alright. Nu natuurlijk de hamvraag. Gaan we nog wat verder? Ja, dat is de vraag, hè. We zitten in stand te vissen. We hebben niet voorgevoerd. Je maakt het natuurlijk niet heel makkelijk. Natuurlijk. Nee, klopt. Ja, het ligt ook niet echt bij de deur. Ik hou ook wel van een uitdaging. Trouwens... Dat is niet gelogen, want de vorige video die we met Roelof hebben geschoten, als je die niet gezien hebt, serieus, check hem even. Ik zal een linkje in de omschrijving plakken, want dat is echt de moeite waard. Want toen ving je gewoon het monument van het water en daarmee heb je natuurlijk nu wel bepaalde verwachtingen, zeg maar, geschaad. Ja. Ik dacht, ja, Roelof die gaat het even doen. Ja, die gaat het even en doen, het ja. En het kan zomaar. Nou, hij kan aflopen natuurlijk. Ik dacht mezelf niet helemaal kansloos. Gelukkig hebben we ook heel veel tips kunnen geven. Geven we nog heel veel tips, dus dat is al heel erg mooi. Dat is de basis. Ja, precies. Dat is ook de hele reden van deze video. We hoeven niet per se wat te vangen, maar... Nou, het zal wel heel mooi zijn. Hè? Dus, maar ja, alle filmopnames die we gemaakt hebben waarin ik niks heb gevangen... en waarin we een vis voor de camera moesten hebben... die hebben jullie niet gezien, want die zijn nooit geplaatst. Ja. Misschien moeten we die ook allemaal plaatsen. Nee, maar goed, natuurlijk, als je voor de camera zit, je wilt ook graag vis vangen. Daar heb ik het in. Als ik vis, wil ik gewoon graag vis vangen. Dus ik heb echt mijn uiterste best gedaan. Ik heb ze goed weggelegd. En daar heb ik ook vertrouwen in. Ja, het nadeel is dat we een lage watertemperatuur hebben. Het heeft veel geregend. We hebben nachtvorsten gehad. Het is nog koud. Het is nog maar maart. Dus die vissen, die moeten een beetje geluk hebben.
moeten, moeten we ook vandaag. Het is natuurlijk een heel ander format, deze videoserie. Laat ook alsjeblieft even weten, wat vind je hier nou van? Want het is qua filmwerk zeg maar best wel statisch, maar er komt natuurlijk heel veel informatie bij kijken. En dat is het hele idee van Tot op de Bodem. Vergeet ook vooral niet om jouw vragen in de comments te stellen. Want we moeten natuurlijk nieuwe aanwas hebben om mee door te kunnen gaan. Dit was er sowieso eentje die echt heel populair is. En uiteraard staan er nog meer opnames op de planning. Want er zijn zeker al het een en ander vragen binnengekomen. Maar we willen er graag mee door, dus laat het alsjeblieft weten. En voor nu, gewoon wachten tot we een visje vangen, denk ik. We gaan een hapje eten, denk ik. En misschien dat we nog een visje vangen. We hopen het, hè. Nou, we kunnen ook wel een keer een kookkeuze doen met Roelof. Want Roelof kan echt lekker Indonesisch doen. Dan is David, speelt hij de hoofdrol en dan mag ik de bijrol spelen. Ja. Daar staat hij dan. In het eerste ochtendlicht. Een aanbeet in de Vago. Maar een aanbeet is leuk. Maar vangen, dat is nog een andere vraag. Hij heeft er wel zin in. Ja, hij geeft het niet gemakkelijk gewonnen. Oeh. Yes! Ja. Lekker bezig. Toch nog een vis, hè? Toch nog een vis. Ja, prachtig. Daar zijn we blij mee. Zo. Nou, spul even klaarzetten. Fixeer ik het net even. Dat is ook een handige tip. Ik trek mijn net dan zo naar achteren. Pak een bankstick. Druk ik hiervoor. In de vis zit gefixeerd en kan er niet uit. Lekker bezig. Ja. Look nou. Oké, we gaan even wat klaarzetten en dan zien we jullie zo weer terug. Yes. Ja, zo'n emmertje met zo'n touwtje eraan is natuurlijk echt wel ideaal. Ja, hier, dat is, hier op het kanaal. Ja, je zou bijna zeggen dat is een ideale uitvinding, maar... Ja, dat is echt goed, je hebt die hoge wallen, je kunt er bijna niet bij. Neem ze met een touwtje. Easy. Net even los. Kijk of het goed ligt. We vinden hem mooi langs zijn lijf liggen. Nou, dat liggen ze. Uitzullen. Zo. Mooie vis hoor. Mooi onderin gehaakt. Ja, pak de haakje er zo uit. Als je dan aan het drillen bent op zo'n kanaal, Roelof? Ja. Het is natuurlijk de kans dat je van alles tegenkomt qua obstakels en zo.
Ja. Maar ben je dan, ja, hoe moet ik het nou zeggen, ben je dan extra voorzichtig? Want ik kan me voorstellen dat het niet hetzelfde is als op een putje drillen. Ja, je bent heel omzichtig, je probeert die lijn zo hoog mogelijk te houden. Goed kijken waar die vis zwemt. Als hij onder de kant zwemt, is er nog niet zoveel aan de hand. In het midden ook niet. Maar het taluut naar de vaargeul toe, daar is altijd een gevaar. Zeker als ze de schuin vanaf zwemmen. Dus dat probeer ik altijd die lijn extra hoog te houden. En ik had inderdaad tijdens het drillen ook een paar keer, dat ik voelde dat die lijn ergens tegenaan kwam. Dat is net een iets ander gevoel als dat die vis soms langs de lijn zwemt. Dan voel je hem achter die vin loskomen even. Maar dit was een ander gevoel. Dus dat merk je wel heel duidelijk. Ja, wat ik ook zei. Zwaarder materiaal, dan heb je in ieder geval minder stress dat er iets gebeurt. Ja. Maar hou die top hoog, lijn hoog in het water. De kans op vastzwemmen of een obstakel raken is dus te klein. En eigenlijk is ook waar mogelijk ook de lijn zo recht mogelijk. Dus dat is ook logisch, want hoe minder lijn er eigenlijk uiteindelijk tussen de visser en de vis zit, hoe minder er mis kan. Klopt. Kijk, en nu deed die vis dat niet. Soms willen ze wel eens het kanaal afzwemmen. Dan blijft dat niet staan. Loop met de vis mee. Ja. Zo weinig mogelijk lijn inderdaad uit. Kijk eens. Een kanaalschub. Een hooggebouwde vis. Duidelijk een van de prachtige uitzetting. Ja, en mooier dan dit gaat het echt niet worden nu. Nee, mooi hè. Oh. Ja, een mooi visje. Het water is nog ver beneden de 10 graden. Dan toch zo'n vis pakken. Toch weer uit de vaargeul. Ja. Dit is in deze periode echt een... Ja, gouden tip wil ik niet zeggen, maar absoluut een tip die je moet meenemen. En toevallig zat ik met David in gesprek gisteren. Toen zei ik ook, als hij afloopt, geef ik de vaargeulhengel de grootste kans morgen in het eerste ochtendlicht. Ja. En warumpel, wat gebeurt er? Het is inderdaad die hengel. Nou kijk, dat is toch prachtig? Ja. Nou, dan ben ik ook weer helemaal blij. En dan ook nog in stand zo'n vis vangen. Ja, super. Nou, wie doet je wat? Prachtig. Ja. Ja. De bronzen schub. Prachtig. Hij vraagt gelijk al een naam. Ja, de bronzen schub. Nou, we gaan hem terugzetten. Ja, super. Ook daar neem ik aan dat je een klein beetje moet rekening houden met die hoge kant natuurlijk. Ja, dat is altijd wel weer een uitdaging. Kijken waar we met minder braamstruiken zijn. Dat is wel een leuk plekje daar. Nou. Zorgen dat hij mooi in de sling ligt. Dat de vinnen parallel aan het lichaam liggen. Niet vaak genoeg zeggen dat soort dingen. Nou. Allemaal net goed. Ja, hij ligt erin. Ja. Oh, daar gaat hij al. Dat was een snelle Jelle. Nog een bijna. Nou, ik ben er super blij mee, man. Ja, zeker, man. Ja, echt waanzinnig. En ik gooi de hengel er natuurlijk maar even weer in. Je weet nooit. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, dat soort visjes zijn eigenlijk zelden alleen natuurlijk. Ga ik wel vanuit. Ja. Dus kan ik beter gelijk stoppen. Ja. Als het enige was. Je zei het al even tegen me, maar dat kraaltje is losgekomen. En uiteindelijk zie je ook gewoon echt perfect dat het loodsysteem super werkt. Ja. Nou, het is via het helikoptersysteem. Dat werkt gewoon goed. We hebben een vis gevangen. En je ziet dat de kraal los is gekomen hier vanaf. Dat betekent eigenlijk dat mocht ik lijnbreuk krijgen of hebben gekregen. Ik ga het nu laten zien. Dan glijdt het allemaal helemaal naar boven. En het lood en de lieder, en eventueel een stukje hoofdlijn, die vallen er gewoon af van de vis. En dan zwemt de vis alleen nog rond met het onderlijntje. Dat doe je natuurlijk ook niet. En dat is altijd nog beter dan dat er een stuk hoofdlijn en lieder en eventueel een stuk lood achter de vis aanbungelt. Ja, precies. En dat is vaak toch wel killing voor die vissen. Ja. Dus dit is het meest visveilige systeem wat ik eigenlijk ken. Ja.
Plug and play. Ja, ideaal is dat, hè? Ja. Ik weet niet wie we mogen bedanken voor die quicklinkjes, maar bedankt. Ja, heel erg bedankt. Ja. Dan moet ik eigenlijk nog iemand hebben die deze onderlijnen voor me maakt bij Fox. Dan ben ik helemaal blij. Ja. Exact deze namaken. Ja, we kunnen hier wel een middagje aan de knopen zetten. Ja. Ik denk dat de mensen thuis dat ook wel willen waarderen. Goed, nou, we gaan hem ingooien deze, want die gaat weer naar de Vago. Dus een kwestie van hem nieuw ingooien. Simpel onderaan worpje. In de Vago natuurlijk, richting de Vago. Wat ik wel altijd doe is goed kijken hoe het loopt, hoe het systeem in het water komt. Ik vind mezelf een matige werper, dus in de knoop gooien, dat is niet zo'n probleem voor mij. Dus goed kijken of het lood er goed in komt, dan zit ik weer met vertrouwen te vissen zometeen. Nou, dat kwam er goed in. Ik leg mijn hengel even neer. Een paar sweet Scopex boilies. Die kan ik nog wel afgooien. Tussenin. Nog twee erbij. En meer hoeft het niet te zijn. Is er dan ook een specifieke reden, Roelof, dat je juist wat meer zeg maar, naar links vist in dit geval, in plaats van eigenlijk recht voor je deur? Ja, die is er. Je hebt op dit water vrij veel scheepvaart, maar ook vrij veel kanoverkeer. En die kano's, die roeiers, bijna een beet, die komen vrij dicht langs de kant. En als je die lijn naar verder uit hebt staan, die loopt wat verder in het water, naar de bodem toe, dan is de kans dat zo'n roeispaan die lijn oppikt, is behoorlijk groot. Ja, en door zo te vissen, een beetje vreemd misschien, verklein ik ook die kans. Dan heb ik geen last van de roeiers. En hebben de roeiers ook geen last van mij. En je hebt er ook nog even een toploodje op gezet, hè, Roelof? Ja. Om dat laatste, die laatste paar metertjes, zeg maar. Even slap draaien. Ook nog uit de gevarenzone te halen, zo gezegd. Ja. Nou heb je natuurlijk wel scheepvaart. Is dat een. Ja, daar hadden we het gisteren al even over. Daar gaat dat, dat loodje en dat toploodje natuurlijk niet tegen helpen. Als het echt een diepligger is. Nee, dan krijg je echt zoveel trek in het water. Dat is een kansloze exercitie met die vrachtschepen. Ja, maar voor roeiers en een klein plezierjachtje dat door het kanaal heen dendert, dan is dat allemaal prima te houden. Maar ik heb hem eigenlijk vooral om die roeiers om daar geen last van te krijgen. Want ja, die spanen zijn heel erg lang. Als je dan ook al vaak een stukje uit de kant, dan pakken ze die lijn gewoon op. Ja, dat is gewoon vervelend voor die roeiers, ook vervelend voor mij. Ja. Het liefste vis ik zonder topnoot. Ja. Want een topnoot is ook altijd weer een extra kans. Je krijgt een hoek in de lijn, de beetregistratie is iets minder. De lijn raakt gelijk hiervoor, de bodem al. Ja. Dat er iets fout gaat, dat die vuil op kan pikken, die kans is toch net iets groter. Gebruik daarom, als je een topnoot gebruikt, een zo licht mogelijk topnootje. Die gelijk eigenlijk bij de minste of geringste spanning van de lijn, als die vis eraan trekt, gelijk omhoog komt. Ja. Hey, en, ik weet niet of we het nog gaan meemaken, maar stel je voor dat er nou zo'n grote diepligger komt. Draai jij eigenlijk gelijk alles binnen? Is het gewoon even snel handelen? Ja, of? Ja. Als ik hem zie komen, dan pak ik de hengel er gewoon uit. Ja. Want ja, de kans dat de bodemlijn op pikt is groot. Ja. Het wordt toch allemaal versleept en daardoor kun je ook weer vast komen moeten zitten. Ja. En ja, dat het nu ingooien is eigenlijk helemaal geen probleem. Sterker nog, ik denk eigenlijk dat we dat te weinig doen. Ja. Het opnieuw ingooien, dat kan soms ook een trigger zijn voor die vissen van hey, hier gebeurt iets, kijken wat er aan de hand is. Ja. Dus opnieuw ingooien vind ik helemaal geen probleem. En die kanthengels ook? De kanthengels ook, die kan ik dan wel laten liggen, want ja, daar varen die schepen niet, dus nee. Dat wordt dan ook wel versleept en die moet ik dan ook opnieuw inleggen. Ja precies, maar je hoeft ze niet allemaal tegelijk in te doen? Nee, alleen maar de hengel die naar het midden ligt. En eventueel mocht je toch naar de overkant vissen, ja, dan die hengel natuurlijk ook. Ja. Ja. En misschien voor sommige mensen logisch, maar voor andere mensen niet, dus ik zal het maar even zeggen.
je moet natuurlijk ook wel nadenken hoe je je hengels positioneert, zodat je niet jezelf in de weg gaat zitten. Je kan bijvoorbeeld wel met drie hengels in de kant gaan vissen, maar dan ligt er altijd eentje ingesloten als het ware. Ja, nee, dat klopt. Ik vis heel graag eigen kant, links en rechts. En ik vis dan de derde hengel, vis ik graag dan niet onder eigen kant natuurlijk, maar naar het midden en eventueel naar de overkant. Dat is een beetje mijn strategie. Ik wil wel bij een A en B, als ik zit te drillen, wil ik niet de lijnen uit elkaar hoeven vlechten, zeg maar, omdat die hengels allemaal zo dicht bij elkaar liggen. Dat is gewoon zeer storend. Ja, en als hij in de knoop raakt, is ook de kans op verspelen van die vis of losschieten van die vis weer te groot. Ja, ja, precies. Alright, top. Ja. Nou, ja, wie weet vangen we nog wat? Want het is natuurlijk nooit genoeg. Nee. Maar het is al een succes, toch? Het is nooit genoeg, inderdaad. Ja, het is al een succes. Als je in deze omstandigheden, het is maart, het is koud, het water is koud, je pakt instant uit. Ja, dan weet je gewoon dat de kans klein is. En als er dan toch een vis uitkomt, dan kun je in ieder geval zeggen van, ik heb toch iets goed gedaan. Ja, precies. En dat is ook een opluchting, daar ben ik eerlijk in. Ja. Om met de camera erbij is het altijd fijn om toch een vis te vangen. Nee. Ik ben trots op je. Dankjewel. Nou, Roelof. Ja. We dachten even kassa. Een paar piepjes, dus ik vrees dat er een brasem aan hangt. Juist. Daar hebben we zo'n andere kanaalbewoner. Zo. Ja, die hebben we natuurlijk liever niet in ons net, maar hierom kom je er natuurlijk niet aan. Nou, zo'n vis die kun je, omdat hij weinig weegt, ook wel heel voorzichtig gewoon in het gras leggen. Nou, perfect gehaakt. Zelfs hier is de kraal losgekomen. Kijk. Ja. Perfect. Een brazenpie. Met een wondje waarschijnlijk aangepikt door de aalscholver. Ja. Het ruige leven van een kanaalvis. Ja, gaat niet over rozen. Zo. Ja, hoort er ook bij. Het is vrij duidelijk wat voor rigs je graag gebruikt. Ja. Geen tirantijnen, gewoon recht toe, recht aan. Betrouwbaar. Ja, als het doet wat het moet doen. En dat doen ze. Je hoeft er niet te zijn. Ga erin aanknopen. Roelof, twee dingen die me nog te binnen schieten. Ten eerste de lijn. Je vist nu met nylon. Is dat standaard zo met het kanaal? Meestal wel. Ik vind de lijn net iets vergevender dan gevlochten lijn. Het drilt gewoon iets fijner. Ik heb dan wel een 23 pond versie, 40 honderdste ExoSet Pro. Dus wel de dikste lijn die Fox in die range tot zijn beschikking heeft. Van het kanaalvissen. Je moet geen concessies doen. Het moet sterk zijn, het moet dik zijn, het moet slijtvast zijn. Het moet gewoon tegen een stootje kunnen. Dus niet met 30 honderdste, 27 honderdste gaan vissen. Ik zeg altijd maar zo, als 40 honderdste voor de helft door midden is, heb ik nog steeds 20 honderdste over. En als 30 honderdste voor de helft door de midden is, dan heb je nog maar 15 honderdste over en dan ben je kansloos. Weet je? Dus het is ook heel, eigenlijk heel simpel, het moet sterk, robuust. Daar gaat het allemaal om bij je kanaalvisserij. Dus. Ja, en het is natuurlijk een kanaal met scheepvaart. Ja. Hoe zorg je ervoor dat jouw hele presentatie, zeker met deze hengel die naast ons staat, die in de Fargo ligt, ook daadwerkelijk op zijn plek blijft liggen? Nou, als er een dieplader er doorheen komt die helemaal volgeladen is, dan ben je kansloos. Ja. Dan is het gewoon een kwestie van zorg dat je hem ziet aankomen en dat je hem dan snel binnendraait. En dan, als hij voorbij is, dan gooi je gewoon opnieuw in.
dus wat lichtere scheepvaart doorheen komt. Pleziervaart zo ook. Pleziervaart bijvoorbeeld. Ja. Dan kun je hem nog wel eens laten liggen in de vaargeul. En onder de kant krijg je ook heel veel trek natuurlijk. Hè? Nou, ik probeer daar wel een beetje op te anticiperen. Ik gebruik daarvoor Fox klingelnoden. Niet eens zo heel erg zwaar. Maximaal 100 gram. Er zitten een paar noppen op. En dan blijft dat net iets steviger liggen. Mocht die ook een beetje schuin liggen. Maar daar moet je ook niet weer te veel voor voorstellen. Als er echt heel veel trek komt vanwege een heel groot schip, dan zuigt hij toch alles mee. Ja. Ja, het beste is dan om het gewoon opnieuw in te leggen. Ja, bij de safe and sorry. Ja, klopt. Dan kun je wel met hele zware loodgewichten gaan werken. Maar moet je voorstellen, er komt zoveel trek op het water. Dus je krijgt ook heel veel druk op de lijn die uitstaat. En er komt toch nog zoveel druk op dat uiteindelijk het lood toch wel wat verschoven. Voor hetzelfde geld trekt hij de haak van je richt dan in de troep. Dus dat risico wil ik niet nemen. Als ik me enigszins twijfel of er komt een groot schip aan, gewoon geen risico nemen, opnieuw inleggen of opnieuw ingooien. Ja, ja. Ja, ik heb wel een beetje begrepen nu uit alles wat je hebt verteld dat het is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Maar het is wel echt een visserij die een hoop uitdaging en daardoor dus ook een hoop beloning met zich meebrengt. Ja, ja. Als je van uitdaging houdt, is dit zeker de moeite waard. En ja, er is niks moois. En misschien zijn er een aantal mensen daar niet mee eens, maar 5 keer blenken, dat is niet leuk. Maar als je 5 keer geblenkt hebt en vangt dan uiteindelijk een vis. Die 6e keer. Dan zit je gewoon in een haai. Ja. En dat is zo waanzinnig mooi. Ja. En dat vergoeilijkt echt die 5 blenks die je ervoor hebt gedraaid. Kijk, ik blenk liever ook niet hoor. Maar goed, ik weet gewoon dat deze visserij dat met zich meebrengt. En ik ben erop ingesteld. Ik vind het ook niet erg, het hoort erbij. Het maakt onderdeel van... Ja, die grote uitdaging van die reis naar telkens weer die ene vis. Ja. En je hebt natuurlijk ook een aantal voordelen, die moeten we ook niet vergeten. Namelijk dat je, en zo is het ook gewoon, je hoeft je nooit zorgen te maken dat er iemand op je stek zit. Bijna nooit, laat ik het zo zeggen. Ja, je hebt altijd opties. Ja, nou, ja, meestal wel. Ik zeg altijd wel, des te meer karpers er zwemmen. En of het nu een afgesloten water is of een kanaal. Er komt even een banaan voorbij, zien jullie dat jongen? Ik kan hem ook al opeten. Sponsored by Kikita. Ja, lekker. Nou ja, des te meer karpers er zwemmen, en of dat nu een kanaal is of een afgesloten water, des te meer karpervissers heb je. Ja, als je een water tegenkomt waar weinig karpervissers zitten, misschien even een vuistregel, dan kun je er bijna van uitgaan dat het een hard water is. Daar vis ik graag. Dit water wordt iets zwaarder bevist. Er zit geen hele hoog bestand in, maar het is hier ook niet super laag, zeg maar. Ja, dan heb je automatisch ook te maken met meer karpervissers. Het voordeel is wel, ja, het is heel lang gerekt, uitgestrekt. Dus er is ruimte genoeg voor iedereen. Het is echt niet nodig om op elkaar stek te gaan vissen. Nee, nee, nee. Echt niet. Echt nee. Niet. Nee. Nee, dat is ook alweer. Is dat lekker? Dat is lekker. Die stress van, zit er iemand op mijn stek? Dat heb je dus niet. Je ziet nu ook, hè. Wij zitten hier lekker rustig. Er komen af en toe bananen voorbij. Dat bananen van. Voorbij, ja. Maar dan houdt het ook echt wel op. Nou ja, de ochtend is voorbij en dat betekent in dit geval helaas dat het tijd is om naar huis te gaan. Maar we hebben echt heel veel meegekregen en ook nog eens een keer een hele, hele mooie vis op de gevoelige plaat kunnen vastleggen. Ja, ze zat mee. Uiteindelijk toch nog die lang verwachte vis gevangen. Daar zijn we heel erg blij mee. En dat maakt eigenlijk de video ook compleet. Ja. We kunnen natuurlijk heel veel tips geven en tricks vertellen. Als je dat ook kunt combineren met de vangst, ja, dan heb je het totaalplaatje te pakken natuurlijk. Absoluut. En dat is ook voor het gevoel gewoon veel fijner. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, ik, zoals altijd ben ik heel erg benieuwd naar wat vonden jullie nou van deze video? Wat vinden jullie van dit concept? Hebben we alle vragen beantwoord? Misschien heb je nog meer vragen omtrent kanaalvissen waar we volledig overheen hebben gekeken. Laat dat dan zeker weten. En natuurlijk ook allerlei andere vragen die je hebt, want zo kunnen we dus verder met deze serie. Vergeet je vooral niet te abonneren voor ons YouTube kanaal. En ik geef het woord aan Roelof, die traditiegetrouw jullie in het Gronings zal toespreken voordat we de video afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie er veel plezier van hebben. En ik zeg tot de volgende keer. Mooi. Nou, dat is een goed verhaal, of niet? Ja, mooi. 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 Nou, dat was het. Zijn we wel, mijn jongens. Ja, bedankt, hè. Kloon met nou naar Ruus. Naar Buzan.